En in de zaal nog iemand die content mag zijn. Voor haar reeds rijke wilde carrière. En ze moet volgens mij nog maar pas beginnen. En de uitstekende prestaties op Europees en nationaal niveau wordt de trofee voor sportverdiensten 95 toegekend aan Ilka Brifaerts. Ilka Brifaerts sinds haar 8e op de rolschaatsen, hier in 3e positie tijdens een halve fondswedstrijd in Kesselo. De geelrode uitrusting van RSC Heverlee is opvallend aanwezig. RSC, de club die ook het grootste aantal rijders levert voor de nationale selectie. Ilka heeft een indrukwekkend aantal gouden, zilveren en bronzen medailles bijeengereden, ook op Europees vlak in 1995. Ze is vooral sprintkampioene, maar ze rijdt ook de langere afstanden mee. Ja, dat is wel moeilijk, maar in het rolschaatsen is dat eigenlijk verplicht, omdat anders kun je maar één koers rijden op een heel seizoen. En vermits dat er in België zo weinig renners zijn, moeten wij op de Europese ook alle afstanden kunnen. Ilka is erkend als blozo-topsporter. Ze studeert informatica en loopt nu haar stage. Dit is mijn laatste jaar, dus normaal zou ik volgend jaar ook een job moeten vinden. En dan gaat het nog zeer moeilijk worden voor te trainen. Want met rolschaatsen verdient je niet veel geld. En je kunt er dus niet van leven. Ook vanwege de club was er een aardige verrassing. Daar beseft men hoeveel training, wilskracht en doorzettingsvermogen nodig is om de fysieke conditie op peil te houden en het talent de ruimte te geven. Het enige wat ik nog wil bereiken, dat is op wereldniveau toch tenminste een medaille te halen. En daar ga ik mij dit jaar echt voor inzetten.